Meneer de Kok, goedenavond. Ja. Het burgemeesterschap heeft een aantal verplichtingen en dit is toch wel een hele vreemde en eigenlijk wel een hele gezellige. Ja, als je in Brabant burgemeester bent, dan moet je niet raar opkijken dat ook carnaval een belangrijk moment van het jaar is. En dit is nog wel een speciale uitvoering, want de Schraansers bestaan 55 jaar. Ik vind het ook goed om de Schraansers eventjes in het licht te zetten, want 55 jaar, elk jaar, 55 jaar lang, een feest organiseren voor de inwoners van Ter Heide. En dat doen ze dit jaar weer. En de komende jaren ook nog. Dat vind ik een hele prestatie. Ja, dat ben ik met u eens. En niet alleen zij, maar ook alle mensen die vanavond weer komen kijken, die de zin in hebben om dat carnavalsseizoen in te luiden. Heeft u voor hun ook nog een boodschap? Ik heb voor alle mensen die heel actief zijn in Ter Heide met het carnaval, heb ik een speciale medaille. Een jubileummedaille, 55 jaar carnaval. En die ga ik straks uitreiken. Jij de tweede. Even een momentje rust in deze schitterende avond. Ja, klein momentje dan. Daar heb ik wel even tijd voor. Ja, want het is werkelijk helemaal te gek. Hadden jullie op zoveel mensen gerekend? Was het allemaal gepland? Ja, wij hebben vanavond 17 verenigingen uitgenodigd. Dus dan kan je ongeveer wel inschatten hoeveel mensen er komen. Hè? Ja. Het was waanzinnig druk op dat toneel. Ja. Stond je dan er echt nog tussen? Ja, ik stond er echt tussen. En volgens mij stond ik nog vooraan ook. Dat was helemaal mooi. Wat staat ons nog meer te wachten vanavond? Vanavond gaan we vooral feesten. We gaan dus geen speeches van prinsen krijgen of andere hoogheden. We gaan lekker feesten. Alle hoogheden hebben wel een kapel meegenomen en die spelen in de zaal. Om en om op een podium, een noordpodium en een zuidpodium. En gaan ze tegen elkaar battelen en gaan ze spelen. En dat is wat heel de avond gaat gebeuren. En dit is het vijfde jaar dat je dit doet. Wat is het leuke hieraan? Ja, je krijgt energie van carnaval. Het kost natuurlijk heel veel tijd en heel veel moeite, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. En zeker als je ziet hoeveel mensen het leuk vinden dat je komt en dat carnaval gevierd wordt. Jong, oud, dat maakt niet uit. Iedereen die carnaval leuk vindt, daar krijg ik dan ook weer energie van. Ja, dus, daar krijg je een kick van. Dank voor je tijd en heel veel plezier nog vanavond. En heel veel succes in alles wat er nog gaat gebeuren. Dank jullie wel. Dank jullie wel.